We hebben hier een expositie van houtsneden die mijn vader gemaakt heeft. En waar mijn moeder liederen bij heeft gezongen. En dat is een soort eerbetoon aan mijn ouders. Van wie ik heel veel inspiratie en creativiteit heb gekregen. En er hangen hier nu 10 werken van mijn vader. En dat zijn houtsneden. Dus dan guts je uit hout. Dan druk je dat af. En dan guts je weer opnieuw. Net zolang tot er een hele mooie voorstelling ontstaat. En daar hangen er nu 10 van. Een serie. Bij liederen. Het thema eigenlijk van deze serie houtsneden is het verhaal van de liefde. Van een jong meisje wat de liefde leert kennen. En de goede kanten ervan. Ook de teleurstellingen meemaakt. De keuzemomenten van hoe moet het verder. En het eindigt met een heel mooi verhaal, een heel mooi lied over een varkenshoeder. En dat meisje dat zingt over een andere vriendin van haar, die heeft een hele rijke man. En dat is allemaal heel moeilijk, want die slaat haar. En dit meisje zegt, ik heb maar een arme varkenshoeder, maar ik ben heel gelukkig. Wat abstracter maak ik rond symbolen. En ik maak het ook met textiel. Dus ik maak ook grote kleden wel, veel, veel groter dan deze houtsneden van textiel. Maak ik ook kunstwerken, bijvoorbeeld. En geef je die passie ook door? Doe je daar verder iets mee? Nou, ik probeer daar met name ook in mijn werk wat mee te doen. Dus ik geef workshops waarin ik mensen probeer aan te moedigen om ook hun eigen creativiteit omhoog te halen. En dan dat ook weer te verbinden met hun geloof of met hun... Ja, de zingeving van je leven, hoe symboliek, de diepere laag in een mensenleven. Dus daar, dat ga ik hier ook, is de bedoeling in deze ruimte, de lichtkring, doen. Als deze expositie klaar is, zijn er nog meer werken die getoond kunnen worden? Ja, van mijn vader, maar ook van mijzelf en ook wel van andere mensen. Mijn zoon heeft een spannende fotoreportage gemaakt over... Een bijzondere inktvis die door de klimaatsveranderingen en dat soort dingen bedreigd wordt. Nou, dat zijn ook belangrijke thema's. Dus, wie weet wat er nog meer komt. Dus dat laten we op ons afkomen.